Josephine, dank je wel. Dan hopen we natuurlijk ook dat jij even met die velletjes op pad gaat, hè, met de kinderen. We gaan naar iets heel anders, want de brandweer die maakt zich namelijk zorgen. Wij Nederlanders zijn dol op besparen, dat weten we natuurlijk. En omdat gas inmiddels ontzettend duur is, zijn we op zoek naar alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan ouderwetse petroleumkacheltjes, pelletkacheltjes of elektrische dekentjes die niet al te duur zijn. Ja, en voor je het weet staat dan de brandweer voor de deur deze winter. Want met die zelfgeknutselde kacheltjes kan het zomaar eens misgaan in huis. Daarom denkt de brandweer het een stuk drukker te krijgen. We zijn hier met het oefencentrum Tronet in Enschede. Ja, en dit zou er dus kunnen gebeuren als je op een alternatieve manier je woning gaat verwarmen. Echt een flinke woningbrand. En dan staat de brandweer op de stoep. Nou, we horen dat op mensen op een alternatieve wijze hun woning gaan verwarmen. Onder andere om heel veel kaarsjes in een woonkamer neer te zetten met een omgekeerde bloempot, waardoor die lekker warmte af zou gaan geven. Nou, doe dat in ieder geval niet. De mogelijkheid ontstaat zeker dat je koolmonoxidevergiftiging op gaat lopen. Wat we ook horen is dat mensen petroleumkachels en andere oliekachels naar beneden halen van zolder. Dat kan, je kan ze wel gebruiken, maar denk heel goed na, dat geeft stralingswarmte. Dus zorg altijd dat die op afstand staat van materialen die kunnen branden. Daarnaast moet het ook nog eens een keertje gevuld worden met een brandbare vloeistof. Dus ook dat vullen moet echt heel voorzichtig gebeuren. We zijn erop voorbereid, maar we hopen dat het niet gebeurt en dat we met elkaar veilig deze winter doorkomen. Het weer nog. Ja, het is een koude en...